Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En tijdens je Q-Time kan je zoveel dingen doen, maar wat als je nou eens een lekkere snack had? Vandaag zit ik met Monifa Snow en vele van jullie kennen haar als Biggie Dalla. En zij is vandaag bij ons in de studio. What we need is a little Q-Time. Monifa of Biggie Dalla, hoe moet ik je eigenlijk noemen? Wat is het? Welke fase is het? Oké, men kent me meer als Biggie Dalla, dus we zouden daarmee kunnen werken. Oké, daarmee gaan we werken, Biggie Dalla. Maar waarom Biggie Dalla? Want hoe ben je aan die naam gekomen? Zo, ik was lockdown. Mm-hmm. Een tripje met vrienden naar Nikeri. Mm-hmm. En het was een soort van discussie over wie is, wie wat. En ik zei, ik ben een uniek mens, ik ben een unieke munt, ik ben als die dolle Biggie Dalla. Mm-hmm. En toen begon die hype, je weet dat vrienden onderling je chill. Mm-hmm. Begon die hype, Biggie Dalla, Biggie Dalla. En sindsdien is echt gewoon Biggie Dalla. Nou, oké, nou. Uniek mens met een unieke roepnaam. En de naam is gebleven. En toen heb je een dagje gezegd, oké, ik ga snacks maken. Ik ga iets doen. Nou, niet precies. Ik hou altijd al van dingen uitproberen, nieuwe dingen maken. Voor mezelf kan ik van alles koken. Zolang het eetbaar is en het op smaak maakt, is het eigenlijk lekker. Ja, over smaak valt niet te twisten. Ja, we gaan het moet wel op smaak zijn. Oké, dus mijn moeder lust de worst. En het is lockdown, je gaat niet één stuk worst willen eten. Maar met een aantal mensen thuis. Want ja, we hebben een neefje die zichzelf daar thuis heeft ingeschreven. Dus... als je iedereen bijtelt, als je worst gaat kopen voor iedereen, is het uiteindelijk veel. Mm-hmm. Dus we dachten, oké, koop een kilo of 2 kilo en dan maak ik het zelf. Crispy worst, we hebben het gemaakt. Mm-hmm. Er staat dus gezet, tante wilde hebben, nicht wilde, buurvrouw vraag. En volgende dag weer een paar kilo's gekocht, gemaakt. En dan rustig gewoon voor een zacht prijsje. En toen kwam het, hey, het is echt lekker, het is echt top. Weet je, en het is lockdown, iedereen zoekt een snack. Dus al heel snel hadden we dat ik begon met de verkoop van Crispy Wars. Dat is toch nice. Maar we hadden net een voorgesprek, want je doet niet alleen Crispy Wars. Nee. Wat doe je nog meer? Ook tijdens lockdown begon een barbecue. Vrienden van de buurt, we gaan niet thuis blijven dan. We gaan wacht even. Jij hebt de regels ook goed gebroken. Ja, tuurlijk. Je gaat niet de hele dag in huis kunnen blijven. Mm-hmm. Dus onderling in de buurt. Zetten we geld, we kopen een pak boter of alleen je koopt een pak boter. Maar toevallig met een buurjongen van me. Hij werkt ook nog steeds samen met me. Hij en ik zijn eigenlijk vanaf het begin samen. Hij support me ook in alles. Hè. Wat is hij, Tien Dalla? Nee, dat is Matto. We roepen hem Matto. Oké, sorry Matto. Ja, vanaf het begin, we barbecueden gewoon thuis, onderling. En mensen gaan langs, want... Ik woon de boer, dus daar is eigenlijk een andere stad. Dus die mensen hebben eigen regels af en toe. Oké. Dus van het een, de ander komt vragen. Die komt, oké, we komen op een banko, gambo toe. Of weet je, van het een komt het ander. En zo is het rustig aan begonnen. Je maakt foto's, je kent mensen. Lockdown, iedereen gaat vragen. Ik ben de buurt boerder, en gimna, weet je. Ja, en zo is het allemaal, beetjes bij beetjes begonnen. Ja, je bent nu al bijna drie jaar bezig. Al 3 jaar, something. Mijn nichtje liep zelf in de buurt om mensen te vragen wie ik het wil. Is toch goed? Je hebt je gratis marketing gehad. Ja. Oké, Biggie Dalla is ontstaan. Biggie Dalla Crispy Wash en Barbecue. Ja. Als je nu 3 jaar verder kijkt, wat als je zo moet kijken? Want voor het eerst kan ik zeggen dat ik een washvrouw heb ontmoet en ik ken alleen de washman. Dus, en de barbecue. En de barbecue vrouw. Ja. Wat maakt jou anders dan de rest? Zo, de meeste dingen maak ik zelf. Ik probeer te werken aan 1 standaard smaak, kwaliteit. Ik probeer dus een naam voor mezelf te maken die niet meer weg te denken is aan de samenleving. Ik werk vaak op evenementen. Ja, maar daar, dus dat ik je nu hier zo zenuwachtig zie. Ik zal maar niet zeggen hier op de camera. Ja, maar op een beetje camera. Maar, je doet het heel goed. Ja, ik werk op evenementen. Voor het laatst hebben we TP had een hotspot.
daarboven voor het laatste werk, dat is de laatste dag AVD. Daarvoor hadden we Family Day van Sjur 1. Dus zo wel, het gaat wel mooi, ik mag niet jokken, de groei is er. Ik heb in juni mijn keuken officieel, waar ik dus elk weekend thuis barbecue, wars verkoop, geopend. Mm-hmm. We draaien wel nog niet optimaal, dat je kan zeggen elke dag. Maar elk weekend, als we niet buiten zijn, dus grote evenementen, dan zijn we thuis. Dat is toch nice? Want ik moet ervan uitgaan, als je nog super jong bent en een dagje heb je van iets dat eigenlijk best wel slecht was, de periode van COVID, hebben we een opportunity genomen, je hebt een kans genomen en we zijn nu 3 jaar verder en het gaat steeds beter. Ja. Want als je nu hier zit, je bent nu hier bij ons, ik heb een mooie display, ik ga zo meteen even proeven. Als ik bijvoorbeeld niet bij je kan komen vandaag, kan ik je ook gewoon vragen van, of tenminste, ik zie dat ik je ook kan bellen van, kan je een pakketje van me klaarmaken, dan ga ik thuis zelf bakken. Ja, dat kan. Ja. Het is ook tijdens lockdown begonnen. Mm-hmm. Mensen vroegen, maar heb je niet ongebakken? Ik ga buiten de stad, dan kan ik een snack meenemen, weet je. Sorry, maar men vindt, je weet toch, bitterbal is elke dag, je kan het overal. Mm-hmm. Je kan kroket overal. Dus heb je niet crispy, zet een paar voor me naar ongebakken, dan ga ik het zelf bakken. Mm-hmm. Kijk, mijn tante bijvoorbeeld, ze gaan buiten de stad. Mm-hmm. Maak een pakje voor me nou, hoeveel ga je het verkopen? Maar zo is dat begonnen en naarmate. Ik heb zelf plekken waar je kan gaan en onze crispy wars kan je daar kopen. Ja, misschien moet je me direct vertellen, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Want kan ik het alleen bij jou halen? Moet ik dus in de supermarkt gaan zoeken? Waar is het nog het meer? Het is nog niet in de supermarkt, maar ongebakken haal je alleen bij ons. Maar je hebt wel gebakken die je kan halen, wakapasi. Een oom van me heeft een stand daar. Hij powert, hij verkoopt en het gaat ook aardig. Ja, dus zo om en bij. Oké. Okay. Stel, iemand kijkt nu en zegt van, oh my god, het is een beeld. Mooi groot bruin gebakken. Ik ben met die vork erover gegaan, echt crispy. Je hoort dat geluid zo mooi. Stel, iemand zegt, ik wil morgen 1000 stukken. Hoe is het bestelproces? Hoe kunnen we ze bij je bestellen? Hoe werkt het? De grote bestelling heb ik misschien graag dat de 2-3 dagen van tevoren. Maar ik hou van werken, dus. Bestellen jullie direct? Zou eigenlijk niet veel uitmaken. Ik zou moeite maken en ik zou het klaarspelen. Nice. Dat is goede mindset. Als je nu hier bent, je hebt je barbecue al, je hebt je crispy wars ready op je dagen dat je verkoopt. Ja. Je hebt je bestellingen voor mensen die thuis willen bakken. Ga je nog meer doen of is er nog meer? Ben je nog andere dingen aan het bedenken die je ook voor ons gaat klaarmaken? Ja, ik wil een vaste spotje ergens anders die dus dan optimaal draait. Elke dag bijvoorbeeld, of meerdere dagen in de week, dan weekend alleen. Ik wil ook andere soorten, dus worstsoorten, alle worstsoorten wil ik als het ware ook doen. Ik verkoop ook vleeswors, maar dat doen we merendeels evenementen. Vleeswors, sausage, kippenpoot, saté's. Maar dat doen we meer wanneer we naar buiten gaan. De meeste feestdagen zijn we te wakapasi. Op de hoek van Sommersdijk en Grote Kombiweg. Ja, zijn we meestal daar op de hoek. En ja, mensen kennen ons wel vandaar. Ze weten, als er een evenement is, bijvoorbeeld een 1 juli, weet je gelijk, dan, we zijn 100% daar. Maar dat is meestal de binnenstad druk. En dan loopt men langs. Voor een snack. Ja. Ja, eigenlijk moet het gewoon een traditie worden dat je dit gewoon gaat halen. Ja, bijvoorbeeld. Ik heb ook veel vakantiegangers. Je hebt mensen die posten of als iemand van ze naar Suriname komt. Ik heb een pak besteld, kan je het voor me meenemen. Ja. Zie je, dus we gaan al internationaal. Ja. Dat is toch goed? Je zit nu hier. We gaan zo meteen proeven. Je bent lekker bezig. Maar nog iemand kijkt thuis en zegt van, want je gaat naar TP, je gaat naar Sure Aim, je gaat bij Wakapasi. Maar stel, oma is jarig en wil gewoon dat er thuis lekker wordt gebakken. Kunnen we jullie ook voor privé aangelegenheden? Ja, we werken vaak op feestjes. Mm-hmm. Je geeft aan bijvoorbeeld hoeveel mensen, wat je zou willen. Bijvoorbeeld je wil barbecue worden, je wil crispy worden, je wil saté's. Aan de hand van je aantal mensen kunnen we offerten samenstellen, berekening. Want je hebt mensen die meerdere snacks hebben. Die zeggen, ik wil niet een grote stuk crispy, snij het voor me een kleine stuk. Wit borrelmodel. Ja. En dan hebben ze dat. Bijvoorbeeld, je hebt 300 mensen, je kan aan de hand daarvan berekenen misschien 200 mensen. En dan maak je het tot borrelmodel en dan vindt iedereen happy. Mooi, dan misschien heb je crispy, heb saté. Dus je maakt dan uit je eigen producten een snackbakje. Ja, je bent ook nog slim bezig. Ik wil het proeven.
ik heb hier 3 sausjes. Je hebt ketchup, pittige mustard en ketchup sauce. Yeah. Like, wat is de beste combinatie om het goed te proeven? Eigenlijk mag je met alle 3 proeven. Met alle 3. Kan je maar zeggen. Oh. Het is ook heerlijk zonder. Maar het heeft op zich al smaak. Dus het is ook heerlijk zonder. Je hebt mensen die niet eens van saus houden. Dus ze nemen het zonder. Je hebt eigenlijk ook een crispy sauce. Mm-hmm. Maar die heb ik vandaag niet. Pardon? Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ik maak het meestal vers voor het weekend. Okay, dus dan vrijdag hoe we gaan werken, dan maak ik het vrijdagochtend. Alright. Omdat het niet zo lang zit. Okay, nee. Dus vandaar ik het niet heb. Zo serieus. Nee. Ik ga het gewoon even proeven. Maar terwijl ik het proef, misschien kan je die mensen ook vertellen. Want is het halal? Is het... Het is niet halal. Oké. Sorry. Dan. Ik heb het voor jullie geprobeerd. I'm sorry. Ja, ik ben eerlijk. Het is niet halal. Oké, laat me een kleine nemen. Oké. Nou, ik ga het zonder doen. Eerst zonder en daarna met verschil. Eerst een stuk nemen. Ik ga maar 1 hapje nemen. Super lekker. En niet te peper. Nee, het heeft niet veel peper. Omdat ik heb ook veel kinderen. Mm-hmm. Thuis merendeels verkopen we patat crispy. Je patat. We snijden je crispy erop. En dan zetten we alle sausen erop. Dus bijvoorbeeld mayonaise, eerst dan ketchup erop. Maar dan zetten we het echt slordig. Mm-hmm. Ketchup, pindasambal. Mm-hmm. En het is een goede combinatie. Het komt bijna als een shawarma model. Helemaal. En het is ook nog lekker. Het is echt een Surinaamse hap, zou ik zeggen. Ja. Als mensen nu kijken, hoe kunnen ze je bereiken? Want we weten wat je hebt. We weten dat je versatile bent. Je kan meer dan alleen de wash krijgen. Je staat open voor samenwerking. Je kan op feestjes, everything. Maar hoe kunnen we je bereiken? Waar kunnen we je vinden? Ik ben op Facebook. Ik ben op WhatsApp. Ja, dat is zo'n beetje. Mijn telefoonnummer is 855-2735. En op Facebook heet ik Bigidala. Bigidala gewoon. Ja. Nou, wil je in de toekomst ook nog naar grotere hoogte? Zie je jezelf ook in de winkel of zo? Ja, of? Ik wil mijn pakken crispy was graag in de winkel. Dus... Nou, dan gaan we wel werken. Nou, meid. Ik vond het super fijn dat je hier was. Dat je lekkere crispy wash voor ons hebt gebracht. En het is leuk om jonge Surinamers te zien. Die niet de average thing doen. En gewoon echt hard gaan om gewoon andere mensen blij te maken. En tegelijkertijd ook gewoon zelf blij worden. Ja. En wanneer is de volgende evenement of zo? Voor nu van de maand is er niet echt veel op planning. Maar we hebben straks weer een Nationale Vrijdag. Marondag. Is in oktober. Maar dan zijn we sowieso weer te wakker passie. Nee, dan komt het helemaal goed. Bigidala, bedankt voor het komen. Ja. En jullie thuis bedankt voor het kijken. Vandaag was Bigidala bij ons en zij is de oprichter en de uitvinder van Bigidala Crispy Worst en nog veel meer. Ze is te vinden op Facebook en als je denkt van hey luister dan, ik heb een feestje en ik wil een lekkere baller... Een lekkere borrelhap. Bigidala is the one to go. Haar nummer komt nu in beeld. Je kan haar vinden op Facebook onder de naam Bigidala. En ik zou zeggen, bestellen maar. En nogmaals bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time. It's Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.